U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag begonnen we met wolken in het zuiden, maar uiteindelijk klaarde het op de meeste plaatsen op en scheen de zon geregeld. Zag het er heel fraai uit. Temperaturen deden alleen wat anders vermoeden, want het was vrij fris, met name op de wadden. Die opklaring konden we goed zien op de satellietfoto. Nederland op veel plaatsen helder, maar op het moment dat die lage wolken boven het zuiden van het land wegtrokken. Zagen we tegelijkertijd dat er vanuit het noorden wel weer nieuwe wolken aankwamen. Nou, die wolken die laten vooralsnog geen neerslag los. Laat ook de prognose zien. Wel de wolkenvelden die vanuit het noorden over ons land trekken, van tijd tot tijd. Maar de hoge druk zorgt toch voor droog weer en geleidelijk aan klaart het ook af en toe weer op. Dat wordt een ander verhaal als we richting de woensdag gaan, want dan zijn de wolken die er aankomen duidelijk dikker. En zo halverwege de woensdag, zo rond het middaguur, zien we dat de neerslag het noorden van het land al aan het bereiken is. Is. Nou, heel geleidelijk zien we dan dat die neerslag in de loop van de middag... en vooral de avond verder naar het zuiden trekt. En dat betekent dus dat woensdag duidelijk wel wat natter wordt. Er zit ook een achterkant aan en donderdag hebben we dan weer rustiger weer. In de tussentijd is er van alles gebeurd waar ik zo op terugkom. Eerst de avond, want die is op de meeste plaatsen helder. In het noorden wat meer wolkenvelden, temperaturen rond 14 graden. Vannacht koelt het lokaal af tot de graad of 5. Een frisse nacht dus met opklaringen. Het noorden van het land is wel duidelijk gevoeliger voor die wolkenvelden. En die wolkenvelden trekken morgen geleidelijk aan over de rest van het land. de zon schijnt af en toe. in het zuiden hebben we de meeste zon, in het noorden de meeste wolken en heel misschien valt er in het noordoosten van het land nog een enkel buitje. maar op de meeste plaatsen zal het droog zijn, 15 tot 18 graden en een afnemende wind. die wind die draait woensdag naar het zuidwesten en dat betekent dat het meteen een stuk warmer wordt, 20 tot 22 graden op de waddeneilanden een graad of 18. eerst is er zon, later dus van het noorden uit de wolken en ook wat regen. en die neerslag treedt donderdag dan snel weer weg. valt er nog een Enkele bui hebben we naar Noordwest gedraaide wind en meteen weer veel lagere temperaturen, een graad of 17. Nou, die lage waarde houden we ook vrijdag vast en ook vrijdag is het licht wisselvallig met wat zon en enkele buien. De temperatuur voor de dagen daarna nog even op een rijtje. We hebben de piek rond de donderdag. Of rond de woensdag moet ik zeggen, daarna een dal op de donderdag. En heel voorzichtig zien we dan langzaam maar zeker de temperaturen weer richting de 20 graden gaan. Nou, die 20 graden is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Het koelere weer, daar hebben we dus een groot deel van de periode mee te maken. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.